We zijn alweer toe aan het laatste agendapunt van deze vergadering. En dat is natuurlijk de rondvraag. En die beginnen we deze show met de slager van deze show. En in deze rotzaal is er ook geen toeval dat die deze show gezongen wordt door onze eigen Rood. Drie Roodsleden namens de Rood van Elf. Maar ook de andere Roodsleden zullen zich niet onbetuigd laten. Dat kunnen we dadelijk wel zien. De tekst, zoals altijd, op de achterkant van het programma Loijke. Daar moet ik toch afkomen van gaan zitten, ja. Heel mooi opgezeten. Samen met alle artiesten gaan we luisteren naar de slager en die hit. Lot maar horen. Hofkapel. Thank you.
is toegegeven. En zo worden wij hier steeds verwend. Drie heren van de Raad van Elf wonnen het Liedjesfestival. En hier staan ze dan op het podium om voor jullie een schitterende slager ten gehoor te brengen. Deze jaar aan het handig, het komend jaar wordt het moeilijk voor ze. Hans, Martijn en Jacques. Geweldig dat de Raad van Elf voor de eerste keer in de historie van de Blauwe Beer het Liedjesfestival gewonnen heeft en dat jullie hier op het podium staan. Ook voor jullie hebben wij voor de komende week een zoethoudertje. En die zullen uitgereikt worden door Ben en Adjudant. En geef ze intussen een godsgruwelijk grote jubel van de maag! Wil ik even nog de volgende mensen bedanken. Marcel Sleutels voor de bloemstukjes, Maart en Bonnebak medewerkers, Bertina voor de begeleiding van de dans van de springdingen, deurwachten, Jo van IJssel, Herman van Dorren en Ad van Heijden, de voorverkoopadressen, boekhandel Mieke Wijgegans, BP Verzocht, Shell Pomp van Bokstel en de Durfzet. Het programma Buusjes zijn gemaakt door onze adjudant Peter. Geluid was in handen van Theo van der Ven. Lichtverzorgde, ja, Peter van Uren. Spot, Cor of Lena van Akker, maar ze hoeven niet wat anders zijn. En de koor gemaakt door Tim Schellekens en Ad van der Heijden! Tinti Gossi was Theo Riesvink, de toneelknechten waren Roel Sloof en Koen van den Broek. De dames die iedereen anders doen uitzien, zijn de dames van de Grien! En natuurlijk bedankt voor de rood geweldige sprint in de 35-jarige Hofkapel. Onze adjudant Peter en Prins Peter! Dat jullie gezellig over het hebben gehad en maybe